Ja, de macht van een macht nemen. Nou, als je dit nu lastig vindt en je kijkt daarom het filmpje, je moet wel de basisregel weten. Die vertel ik zo meteen kort, maar dan heb ik natuurlijk weer ook een uitlegfilmpje met de voorbeelden uit het boek. Ik ga hier laten zien hoe je de machten van machten neemt en dan vooral in van die langere sommen. Dus met plus of keer, machten en machten in een keer en een plussom. Zo zou ik het misschien ook kunnen zeggen. Daar gaan we. We beginnen gewoon met som A. Nou, even de regel. En ik vertel alleen even kort de regel. De uitleg zit in een ander filmpje. A tot de macht 7 tot de macht 5. Als je macht van een macht neemt, dan doe je de exponenten keer. Dus dit is A tot de macht 35. Je kunt in je schrift schrijven machten van machten exponenten keer. Het boek heeft een hele goede hoor. Die heeft, ik even kijken waar dat zit. Dat zit hier. Die hebben, oh, dit. He, dus die hebben zeg maar deze regel. En die is fantastisch. En alleen voor sommigen schrikt dat af. Die zeggen, ja, ik snap dat regeltje niet. Maar dat heeft er dan mee te maken dat het gewoon zo, ja, zo abstract eruit ziet. Zo wiskundig. Wat hier eigenlijk staat is als je de macht van een macht neemt, dan moet je die exponenten keer elkaar doen. Dat staat hier eigenlijk. Dus dat moet je gewoon onthouden. En dan kun je eventueel met een makkelijk voorbeeldje doen. Dus dat je dit bijvoorbeeld zo opschrijft en onder machten van machten exponenten keer. Kun je ook op een gele memo plakken en dat overal plakken waar je langskomt of op boven je bureau plakken. Hè? Maar dat zijn allemaal manieren om het te onthouden. Maar je moet het onthouden, anders kun je de sommen niet maken. En dan gaan we nu dat doen. Maar nu gaan we het doen in ja, van die samengestelde dingetjes, zeg maar, hè. Dus nu worden het echt wat grotere problemen. Keer A tot de zevende tot de macht 5. Nou, het is één stuk, want het zit met een keer aan elkaar. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld twee stukken. Dit zijn twee stukken, dit zijn twee stukken. Maar hier zit het allemaal nog met een keer aan elkaar. Dan ga je dus eerst eventjes dit stukje van het ene stuk ga je even netter maken. Je gaat altijd eerst zorgen dat de machten van de machten eruit zijn. Want dan pas kun je machten gaan samennemen met keer of met plus. Dus dit wordt A tot de macht 35 volgens deze regel. En dan heb je dus A kwadraat keer A tot de macht 35. Werk onder elkaar uit. Niet achter elkaar zoals ze het in het boek doen. In de voorbeeldjes. Nou, dan heb je A kwadraat keer A tot de macht 35. Dan heb je te maken met de stap nu van machten keer. En daar moet je ook weer de regel van weten. Grondtal gelijk, exponenten optellen. Moet het grondtal gelijk zijn, dan mag je de exponenten plus doen. Dus dit wordt A tot de macht 37. Dan gaan we naar som B. En bij som B heb je twee machten van machten staan. En die moet je niet plus of min doen, nee, die moet je keer elkaar gaan doen. Dan zul je eerst, zo, dan zul je eerst die exponenten, zeg maar. Nee, ik moet het anders zeggen. Dan zul je eerst die machten van die machten naar één macht schrijven. Je moet eerst even deze als één macht schrijven. Dus niet als een macht van een macht, maar gewoon. Dus wat ik net deed, zeg maar ook. Hè. En die ga je keer elkaar doen. Nou, de macht van een macht neem je door de exponenten keer elkaar te doen. Dus hier krijg je p tot de macht 12. En hier krijg je ook keer p tot de macht 12. En waar kom je nu op uit? Nou, dan ga je kijken, mag ik überhaupt nog wel verder? Want dan kan je wel zeggen, ja, je zet wel deze, maar mag dat wel? Ja, want het grondtal is gelijk. Dat de exponenten ook nog gelijk zijn, bij keer boeit dat niet. Dat is gewoon toeval. Tenminste, ja, maakt ons niet uit. Want als de grondtallen maar gelijk zijn, en dan tel je de exponenten bij elkaar op. Want machten keer elkaar, dan moet het grondtal gelijk zijn, en dan doe je de exponenten plus. Dan gaan we naar som C. P tot de macht 5, tot de macht 4, plus 4 keer p in het kwadraat tot de macht 10. Is gelijk aan. Nou, dit is een som die bestaat uit twee stukken, want het zit niet aan elkaar vast. Dan kan ik een streep zetten. Dan ga je het gewoon per stukje ga je het netjes maken. En dan krijg je hier p tot de macht 20. En dan krijg je plus 4 keer p, ja, 4 is er eigenlijk keerpunt tussen. Ook p tot de macht 20. En waar kom je dan op uit? Nou, dan heb je eigenlijk 1 keer p tot de macht 20. Waar je nog eens 4 keer p tot de macht 20 bij optelt. Deze moeten zowel het grondtal. Oh, ik wou zo doen, maar dat zie je natuurlijk niet. Maar op zich ook wel zo zeggen. Je moet dus de grondtallen gelijk hebben. Je moet de exponenten gelijk hebben. En dan mag je ze samen nemen. Dus de grondtallen en de exponenten gelijk. Klopt, check. Nou, dan mogen ze samen. Hoeveel zijn het er dan? 5. 5p
tot de macht 20. Ja, dat is 20. Zo. Dan gaan we naar som D. En bij som D, dat is meer een keersom. Met gewoon losse dingen. Een losse 5. Oh, ik zal even zwart pakken. Dat viel je beter te zien, denk ik. Zo. Een losse 5x keer de 3. En dan keer x tot de macht 5 tot de macht 4. Nou, hier geldt ook weer dat je deze eerst netjes maakt. In principe voor de rekenvolgorde kun je hier al 15x voor maken. Maar bij mijn uitleg doe ik het gewoon niet, want ik kan dan mensen in de war brengen. Wat je hier gaat doen, is eerst even zorgen dat deze macht van een macht, dat dat een gewone macht wordt. Dat het een enkele macht wordt. Dit wordt x tot de macht 20, want je hebt de exponenten keer elkaar. Dan krijg je dus 5x keer 3 keer x tot de macht 20. Dat is hetzelfde. Deze tussenstap, deze is verplicht, die tussenstap. Wat nu komt niet, dat doe ik voor de uitleg. 3, of wacht even, pardon. 5 keer 3 keer x tot de macht 20. En dan komen we dus uit op 15. Dit is x tot de macht 1. Grondtallen gelijk, exponenten optellen. Zo, 15 keer x tot de macht 21. Dat was deze. Ik heb het nou niet aangegeven, maar misschien zie je het wel. Als je verder drukt, dat je ziet dat ik met C klaar ben. Dan gaan we naar som E. Want ja, ik weet ook dat je dat met hoofdstukken aan kunt geven en zo in je YouTube filmpje. Maar ik weet niet hoe dat moet. Dat moet ik nog uitzoeken. Min 2 x tot de 6, ik doe dat gewoon zo. Een beetje ouderwets. Min 3 keer x tot de derde tot de macht 2. Nou, deze bestaat uit twee stukken. En we gaan het eerst per stukje netjes maken. Nou, in dit geval is dat dus die macht, van die macht naar 1 macht schrijven. Dan krijg je dus hier min, en kijk, die 3 staat er los voor, hè? Min 3 keer, keer. En dan krijg je hier x tot de macht 6, niet tot de macht 5, maar het is 3 keer 2. En dit was gewoon min 2 keer x tot de macht 6. Nou, dan blijf je die twee stukken houden, zo. En, ik kan het even dicht bij elkaar zetten. Zo, hoppatee. En dan gaan we ook kijken, waar komen we nu uit? Nou, mag ik ze samen nemen? Ja, want het zijn exact dezelfde machten. Je mag ze dus plus en min doen, want grondtal is gelijk, exponent is gelijk. Dus je hebt er 2 tekort, ik haal er nog eens 3 af, dan heb ik er dus 5 tekort. Min 5, x tot de macht 6. En dan de laatste. En bij de laatste zijn het ook weer 2 stukken. X tot de macht 4 tot de macht 3, eraf 7, x kwadraat tot de macht 6. Is gelijk aan. Nou, daar gaan we weer. Het zijn 2 stukken weer. Dus we hebben dit ene stuk en het andere stuk. We gaan het per stuk netjes maken. Dit is eigenlijk 5 keer en dan een macht van een macht. Dit wordt x tot de macht 12, hè, want je hebt de exponenten keer elkaar. Dus dit wordt 5x tot de macht 12. Min 7, en dan eigenlijk keren, en dan krijg je x tot de macht 12. Nu heb ik 5 keer x tot de macht 12. Dan ga ik 7 keer exact diezelfde macht afhalen. Grondtal gelijk, exponent gelijk, je mag plus en min doen. En dan heb ik alleen wel tekort, want ik heb er 5 en ik wil er 7 afhalen. Dan heb ik er 2 tekort en dat schrijf je zo op. Dus dit wordt min 2 keer x tot de macht 12. Was hem al. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En ja, dat was het. Tot het volgende filmpje. Doei!